Dan gaan we nog even deel 2 van het kletspotje doen voor deze vlog. Dat is altijd leuk, toch? Nou, jij mag beginnen. Nee, dat is niet voor ons, deze kant dan, want dat hebben wij niet meer. Dilemma: een week lang zonder contact of een week lang zonder rust? Dan zou ik zeggen een week lang zonder contact, want als je geen rust hebt, daar kan je echt ziek van worden. En ik neem aan dat ze dan slapen bedoelen en zo. Dus ik denk dat ik dan toch zonder contact zou doen, want rust is wel heel belangrijk voor je lichaam. Dat zou ik ook doen, want de rust is, dat weet ik maar al te goed, dat dat heel belangrijk is, ja. Dus die zou ik ook doen, inderdaad. En jullie mogen ook weer de antwoorden in de comments zetten van jullie, van deze leuke vragen. Kun je met je tong jouw neus aanraken? Nou, go! Ik denk het niet. Nee. Nou, ik. Even proberen, niet te. Nee, dat kunnen wij allebei niet. Dus wij zijn natuurlijk wel heel benieuwd of jullie dat kunnen. En zo ja, dan zou ik daar toch ook wel heel graag een filmpje van willen zien. Nou, jij weer? Of jij mag ook zelf pakken trouwens hoor, zit ik het steeds te pakken. Dans jij soms als je alleen bent? Ja, dat doe ik echt zo vaak. Want ik ben heel erg gek op dansen en ik zit dan ook op Zumba. En gewoon allerlei dansvormen bij de sportschool. Maar als ik thuis ben alleen, maar ook gewoon als mijn man en mijn zoon erbij zijn, dan dans ik ook gewoon wel eens voor de grap in de woonkamer. En ook als ik TikTokjes maak natuurlijk. Ik ook. Precies hetzelfde allemaal dat. Wij dansen altijd gewoon zomaar wanneer we er zin in hebben. En gewoon als we aandacht willen van onze rest van het gezin, dan dans ik altijd gewoon even met mijn kont naar achter door het beeld. Ja, zo. Dilemma. Nooit meer een spelletje spelen of nooit meer een spelletje winnen? Nou, dan wil ik liever nooit meer een spelletje winnen, want ik vind spelletjes spelen gewoon heel erg leuk om te doen. En dat maakt me echt helemaal eigenlijk gewoon geen bal uit of ik nou wel of niet win. Wij rummen cupje hier thuis altijd heel graag en dat vind ik heel leuk om te doen. Dus ja, dan dat. Ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde, want ik vind het spelletjes spelen op zich al gewoon het leukste om te doen. En dan maakt het me echt niet uit of ik win of verlies. Dus ik wil dan liefst gewoon spelletjes spelen. Ja, mag wel. Dilemma: de Bob zijn of 5 kilometer op het fietsje? Nou, ik heb geen rijbewijs, dus de Bob kan ik ook niet zijn dan, hè. Dus dan zeg ik gewoon 5 kilometer op het fietsje. Ja, nou, het ligt eraan, want ik hou echt niet van fietsen. Ik loop liever, wandel liever, dat soort dingen. En dansen natuurlijk en zo. Maar voor de beweging zou ik op zich wel dat met de fiets willen. Maar eigenlijk ben ik gewoon een bob, want ik drink gewoon nooit. Dus ja. Ja, ik drink trouwens ook nooit, hoor. Dus ik zou wel kunnen boppen. Maar je hebt geen rijbewijs. Maar dan met mijn fiets dan. Ja, zonder rijbewijs mag dat niet. Nee. Dus ja, nou ja, in dit geval dat dus. Eens even kijken of er nog een leuke bij zit. Oh ja, dat weet ik niet. Nee. Wat zou je doen als je een dag onzichtbaar zou zijn? Ja. Oh jeetje. Oh ja, ik weet het. Ja, aan één kant zou ik het eigenlijk niet willen zien. Aan de andere kant ben ik toch ook wel heel nieuwsgierig om een dagje mee te lopen met mijn kinderen bijvoorbeeld. En met mijn zoon of mijn dochter of wat dan ook. Te kijken wat die de hele dag doen, dat ze dus dan niet doorhebben dat ik erbij ben. Dat zou ik aan één kant wel leuk vinden om te zien en te horen en zo. Aan de andere kant is het ook natuurlijk weer een dingetje. Of de mannenkleedkamer van de voorstelling. Ja, nee, ik zou als ik onzichtbaar zou zijn,
zou ik wel stiekem op de filmset van een film willen kijken of serie of zo, achter de schermen. En dan stiekem gewoon door het beeld meekijken en lopen. En dan gewoon in de serie eigenlijk mee zitten spelen of filmen, terwijl ze mij niet zien. Mm-hmm. Maar gewoon zoiets. Gewoon ergens stiekem meekijken naar zoiets. Ja. Ja, bent. De bos, kom eens. Kom eens. Kom eens hier. Kom eens. Mijn hand probeert dat. Vertel een mooie herinnering uit je kindertijd. Jeetje, ik heb er zoveel. Ondertussen. Komt de bubbels even kijken. Wat, ja. Jeetje, wat moeilijk. Ik heb er wel meerdere, denk ik. Bubbels. Ik vond het vroeger als kind altijd heel leuk als we dan met ons vader naar het bos en naar het strand gingen. Dat vond ik echt een feest. En dan was er ook, daar vlakbij waren er ook hele hoge bergen met allemaal kleine kiezelsteentjes of iets. Waar we dan helemaal omhoog in gingen klimmen en vanaf springen en zo. Ja, dat is nog wel een herinnering die ik heb, die ik altijd wel heel erg leuk vind. Dat is waar nu de stort ook zit en zo. Ja. Ja. Dat eigenlijk, ik heb dat ook. Maar wat stond, wat was er nog? Oh ja, dat uit de kindertijd is inderdaad een hele mooie herinnering. En met onze mama ook veel mooie herinneringen ook wel. Ja, ook zeker. Maar dat zijn er gewoon een heleboel. Eentje weet ik nog wel heel goed dat we dan buiten gingen spelen. Toen we vrij jong waren, toen gingen we met water spelen en zo. In de straat met heel veel kinderen. En dan daarna kregen we thuis aardbeien. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het was een hele leuke middag. In het Sanderop thuis bij mama, toen waren we nog heel jong en toen waren we buiten spelen en toen werden we helemaal nat geschoten met de kraan dat het toen heel koud of heel warm weer was met koud water. En toen hadden we zoveel lol met de hele buurt, met al de kinderen. En toen kregen we daarna thuis aardbeidjes om te eten. En het was bloedheet die dag. En het heel erg is dat ik me daar dus echt niets van kan herinneren. Nee. Okay. Had ik wel ook een mooie herinnering van bij mijn moeder thuis. Dat we dan bijvoorbeeld in de tuin altijd gingen spelen. Dan hadden we kussens die we dan neerlegden. En dan gingen wij altijd stoeien. Ja, stoeien. En zo. Ja, dat weet en, ik ook nog en gewoon in die tuin gewoon als kind spelen buiten. Dat het ook hele mooie herinneringen zijn. Ja, en één keer, dat wil ik dan ook nog even vertellen. Dan gingen we, waren we al wel ietsjes groter al. Gingen we op de fiets, op één fiets, met z'n drieën of zo, gingen we naar het strand. Oh, met Monique. Met Monique, ja. En ja. Toen gingen we naar het strand op één fiets. Ja, dat was echt. Vanuit Middelburg ja, naar Dishoek. Echt, daar konden we dat ook gewoon. We waren nog lenig, en jong en jeugdig. En condities. Een jaar of 11, denk ik, of zo. Dat 10, we toen waren. Ja, 10, 11. 10 of 11 of zo. En toen gingen we... En Monique was wel 2 jaar ouder. Ja. En toen gingen we naakt zwemmen. Ja, dan gingen we in de zee naakt zwemmen inderdaad. En daar hingen we ons bikini aan de paaltjes. En toen was het op een gegeven moment het water een beetje afgegaan. Dus moesten we nog een heel stukje terug over het strand rennen om onze bikinietjes te pakken. Yep. En dat kan ik me ook nog heel goed kan ik me dat herinneren, ja. Nou, de volgende, ja. Dan mag jij eigenlijk. Oh, ja. Gezellige bubbels. Een bubje, ja. Oh, die hebben we vorige keer volgens mij gehad. Welk moment van jouw leven heeft het meest indruk gemaakt? Nou, bij mij is dat echt heel hoofdzakelijk, heel duidelijk. Toch echt zeker ook wel het heel erg ziek worden van mama en het overlijden van mama. Ja, dat is bij mij eigenlijk ook hetzelfde wel. Nou, zullen we nog even eentje doen die iets minder zwaar is? Nou, het hoort er wel bij natuurlijk, het leven. Oké, dan gaan we. Nou, deze is wel... Nee, deze is wel. Duik jij ergens bovenop of ga jij gestructureerd aan de slag? Nou, ik ben meestal wel iemand die dan gestructureerd aan de slag gaat. Omdat ik gewoon het goed wil doen en op de goede manier. Dus dan werkt dat eigenlijk het beste als je het gewoon stap voor stap doet. En dan ben ik gewoon heel serieus altijd in de dingen die ik doe. Dus ik neem dat altijd serieus en ik probeer het altijd zo goed mogelijk te doen. Dus dan gaat dat in stapjes het beste voor mij. Bij mij precies hetzelfde. Ik ben wel van het plannen. En ja, inderdaad wat jij zegt. En ik schrijf ook dingen altijd heel vaak op en zo. En probeer dat van tevoren al te bedenken. Hoe ik het ga doen. En dat werkt ook niet altijd. Want soms loopt het gewoon anders. Ja. Maar dat dus. Nou, de laatste of... Ja, zo. Dus
met die banaan of beren op de weg? Ik heb beren op de weg wel vaak. Ja, ik ook toch wel beren op de weg. Dat ik dat heb. Ik zit er een beetje tussenin. Ja, ik neig wel momenteel door... Moosje heeft iets meer beren als mij. Beren op de weg, omdat mijn gezinssituatie en al mijn dingen in mijn leven natuurlijk ook gewoon weer anders zijn dan die van Chris. Dus ja, ik zie vaker iets meer dan de beren op de weg. En heel soms heb ik wel dat ik ga met die banaan in me heb. Nou, ik heb meestal wel gaan met die banaan, met af en toe een beer op de weg. Nou, neem nog even een banaantje erbij. En dan sluiten we dit af. Zullen we deze, we gaan deze vlog sluiten. Sluiten deze nu af. Ja, dit inderdaad. Is het kletspotje trouwens weer. Het is echt zo leuk om te doen. Het is dezelfde als de vorige keer. En wij gaan er nu achteraan. Dat we nu nog een ander kletspotje te pakken krijgen. Voor de volgende keer dan, dat we dan eens wat anders kunnen... Ja, en bij mij thuis heb ik ook nog andere vragen. Dus die kunnen we de volgende keer ook nog eens doen. Ja. Nou, vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer. En belletje als je niks wil missen van ons. Dat zou leuk zijn. En dan zien we jullie in de volgende video. Doei!